De studio van Henny Korsten in Rosmalen hangt vol met herinneringen aan de jonge Welen. Kijk, hier is nog een mooi fotootje van Welen. Zijn eerste twee cd's zijn hier dus opgenomen. Henny, bedankt. Goed erop gepeerd, waar? Goed erop gepeerd, waar? Voor een jongen uit Apeldoorn. Hè? Goed erop gepeerd, waar? En erop gepeerd, ik zeg altijd iedere keer voordat we beginnen, jongen, peert erop van doe je best, snap je? En dat is een uitspraak geworden van iedereen herkent dat van hier. Don't be sad 'cause where you go there's got to be a better place where no one judges you wherever you go. Hier zingt hij over iemand die is overleden. Zijn oom, ja, die was toen overleden aan AIDS. Heeft hij dit liedje voor gemaakt. Zo jong als hij was? Ja, zo jong als hij was. En er zit heel veel diepgang in de tekst. Een heel persoonlijk liedje? Heel persoonlijk. En hoe oud was hij toen? Ja, toen was hij 16 of 17. Zo. Eens kijken. Ja. Zo mooi. Maar hij had echt talent, hè? De laatste jaren heeft Henny geen contact meer met Welen. En dat vindt hij best jammer. Ik zou hem graag weer ontmoeten, ja. Wat zou je tegen hem zeggen? Van, jongen, je hebt er goed op gepeerd. Ja, hij doet het heel goed. Ik ben er trots op.